Werken in batches lijkt vaak efficiënt. Het nadeel hiervan is dat je de verspilling in je proces niet meer ziet. Graag nemen we je mee in een 1P Flow experiment bij Inteco, een bedrijf waar ze geïntegreerde klimaatplafonds maken. Met het experiment maken we de verspillingen heel duidelijk zichtbaar en bedenken we oplossingen om deze te voorkomen. De reden van het experiment is dat wij in het verleden hadden wij hele grote voorraden. En dan was het vaak terugzoeken van waar staan die producten. En dat willen we niet. Onze klant die stelt de vraag om in kleine batches, in minimale batches te leveren. Vandaag gaat de fabriek dicht. We gaan deze dag gebruiken om niet alleen voor het productiepersoneel, maar ook voor ons kantoorpersoneel te ervaren wat batches en 1P's flow om het gehele proces van klantvraag tot levering te ervaren. We hebben één product gevolgd en daarvan een value stream map gemaakt. Deze VSM-methodiek helpt om inzicht te krijgen in het huidige proces en in de meest ideale situatie. Vervolgens richten we de fabriek zo in dat we de ideale situatie zo goed mogelijk kunnen nabootsen. Dan starten we met het experiment, meten we de resultaten en sturen we het proces bij. Al tijdens het experiment voeren we verbeteringen door. De uitkomsten van het 1P Flow experiment zijn altijd verbluffend. De doorlooptijd van de productie is met 99% gedaald. De proceskosten zijn met 6% gedaald. De voorraadkosten zijn met 33.000 euro per jaar gedaald. De kwaliteit van het product is gelijk gebleven. En wat het allerbelangrijkste is dat de teamspirit fors omhoog gegaan is. Het verschil voor ons was rust. Ja, gewoon echt relaxed gewerkt. Vanmorgen, ja. Het was toch iets meer druk, iets meer power erop. En nu is het echt zo van, ja, fluitje van de cent. Ik heb het 1P Flow experiment ervaren als leerzaam. Leuk om te doen. Verrassend. Dat er dingen uitkomen die ik zeker niet verwacht had. Dat je tegen bottlenecks aanloopt die nu zichtbaar worden. Dat heel veel dingen zichtbaar worden. En dat in mijn ogen heel veel mensen niet in de gaten hadden. In de 1P Flow, 's middags, was er een aanzienlijke verbetering. Mensen gingen zelf meedenken, meedoen, verbeteren. Ze probeerden zelf de eigenaar te verbeteren. En op het einde van het resultaat was dat alles een stuk vloeiender liep. En toch dat er heel veel positieve dingen uit zijn gekomen. En ik denk ook wel dat we die in de toekomst zullen gaan gebruiken. We hebben veel geleerd van het experiment. Onder andere dat de fabriek anders ingericht moet worden, dat het product in beweging moet blijven. En we hebben een aantal bottlenecks gezien en die gaan we gelijk aanpakken. Kortom, een experiment met een grote impact. Het team is zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan met het verder optimaliseren van het proces.